President Chandrika Prasad Santokhi heeft een bilateraal gesprek met de sheikh van de Verenigde Arabische Emiraten, VAE, gevoerd over een bezoek aan ons land en mogelijke investeringen. Op zijn Facebookpagina laat ons staatshoofd weten dat de sheikh een indrukwekkende visie heeft om meer investeringen uit Dubai in Suriname te krijgen. De Emiraten leggen de nadruk op mens-tot-mens contact. Volgens Santokhi staat een bezoek aan Suriname reeds op de planning voor hen. President Santokhi kijkt er naar uit om de Verenigde Arabische Emiraten als partner te mogen hebben op het pad naar herstel van onze economie. Ook minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat de regering er alles aan doet om gedurende het bezoek van de Surinaamse presidentiële delegatie in Dubai zeker 5 tot 6 samenwerkingovereenkomsten te tekenen. Deze betreffen onder andere fusiumafschaffing, het voorkomen van dubbelbelastingen, overheidsnetwerken en economische adviezen. Ook heeft president Santokhi een bezoek gebracht aan het Dubai Port World Pavilion op de Dubai Expo 2020. DP World opereert al 10 jaar in Suriname. Het staatshoofd kijkt er naar uit om samen te werken met dit bedrijf bij het uitbreiden van activiteiten en andere diensten in Suriname.